gebeuren. Je ziet die zwarte kop gaan. Je weet hoe laat het is. Ik kan bepaalde dingen kwijt. Als u achter mij hoort, of een beetje hoort in de verte, zit daar een helikopter. Het is vandaag echt de topper. Het is... Het wordt echt een wedstrijd dit. Ik heb wel spijtig genoeg dat bang dat we verliezen. Gent is niet in goede staat. En ze zijn vandaag toevallig uit de Europa League geknikkerd. Of vandaag. Vorige donderdag. Tegen ook niet de moeilijkste tegenstander. Dus het gaat niet heel goed. Dus het wordt een zware wedstrijd. Zware klus. Nou is Antwerpen ook niet door in de Conference League. Eigenlijk nog een divisie lager. Maar... Dus die zijn ook niet goed doen. Dus het wordt wel een hele halve wedstrijd. De uitsupporters gaan altijd via de hotels. Holiday daar zo in de verte. Gaan ze naar binnen. En je merkt ook gewoon dat het afgesloten is door de politie. Overal zie je politie. Links, rechts, voor, terug. Je ziet ze echt overal. Je merkt echt dat het een topwedstrijd geworden. Dus we gaan het zien. Je hoort alles al een beetje opkomen en zo. Dit merkt wel dat het een wedstrijd, een belangrijke wedstrijd is. Het zijn twee grote steden. Antwerpen is dan wat iets groter dan Gent. Maar het zijn allebei twee grote steden. Dus twee matches. En kijk hoe zo'n topwedstrijd eigenlijk in België is. Ik denk dat het... Dat die andere twee wedstrijden die ik gezien heb, dat dit wel een wedstrijd gaat worden. Kijk, als u hoort, politie, achter mij gaat nu. Je voelt wel dat het een bepaalde wedstrijd geeft. Belangrijke wedstrijd. Ik ruik ook vuurwerk. En natuurlijk, die gasten van Antwerpen zijn natuurlijk ook niet van een laag niveau. Die gasten die durven ook wel. Ik zie ook dat er een grotere rij staat, dus het is wel een wedstrijd waar je niet zomaar naar binnen 2 seconden gaat. Ik zal ook gefouilleerd moeten worden. Het is toch een bepaalde risicowedstrijd. Ik ben benieuwd ook of ik op mijn trap kan staan. Dat zou ik wel fijn vinden. Ik vind het toch een prettig plekje.
zijn. Ik hoop dat mijn voorspelling missen. Sigaret roken, wat is dat verkeerd mee? Ik bedoel, wij zijn getraind, de longen zijn getraind. Een sigaretje roken, daar zie je niet slecht mee. Allee, dat zou een stress, dat kan stress voorkomen voor te zien. Ja. Dat relaxt me, en waarom zou je dat niet doen? Volle venten. Ja, dat vind ik wel humor. Ze zingen, is het een penalty? Omdat hij voor alles een penalty ziet en ruikt en de scheidsrechter. Ik vind het wel humor. Dat is ook wel voetbal, en dat hoort. Slim van die gasten van Antwerpen om dat te doen. Om zo te zorgen dat ze. Ja, dat ze gewoon niet gekend worden door de camera's. Je hebt daar niet echt de ideale camera's
genoeg wind. Het is 1-2 geworden, wat mijn voorspelling was. Balen. Ik heb wel mijn voorspelling goed, maar ik had liever niet gewild wat ik zei. Dus een hele dumper, want je moet... Ah, kijk, weet je, ook al heb je mindere spelers, laten we eerlijk wezen, Antwerpen goed investeren. Dan moet je nog als club zijn, dan moet je zorgen dat je ervoor gaat om de titel. En ik heb wel eens... Ze hebben er wel echt voor gevochten, maar het is wel gewoon wat minder gewoon. Dat ik gewoon denk van, ja, waar is die strijd, waar is die passie, waar is die... Dus... Het is niet anders. Ik ga jullie later, man. Tot de volgende.